vond het zo fascinerend dat een gezin helemaal onder de radar leefde, dat er kinderen waren waar niemand van af wist. En ik dacht, ja, hier zit natuurlijk een enorme thriller in. Ja, voor mij als schrijver heeft COVID niet zo heel erg veel uitgemaakt, want ik zit toch altijd in mijn eentje binnen te schrijven. En wat wel heel fijn was, is we hebben een huisje in Spanje. En door COVID ontdekte mijn man eigenlijk dat hij thuis kon werken. Dus opeens konden wij gewoon maandenlang in Spanje verblijven, waar we anders toch wel vaak in Nederland ook moeten zijn voor mijn man zijn werk. Tenzij we maanden uit elkaar willen zijn, maar dat willen we ook niet. Dus ik ben heel erg lang in Spanje geweest en ik heb daar echt in alle rust lekker aan Vogeleiland kunnen werken. Dus dat was een fantastische ervaring. Nou, Vogeleiland eigenlijk is eigenlijk gestoeld op twee ideeën. Er waren twee vonken die oversprongen. Het eerste was dat Ruinerwold kwam in het nieuws. En ik vond het zo fascinerend dat een gezin helemaal onder de radar leefde, dat er kinderen waren waar niemand van af wist. En ik dacht, ja, hier zit natuurlijk een enorme thriller in. En inspiratie nummer twee was weer dat huis in Spanje. Dat was vlak voor COVID. Mijn man die kon niet mee. En ik dacht, ja, ik ga toch lekker even een maand zitten, want ik wil schrijven. Maar ik vond het tegelijkertijd heel erg eng om 's nachts alleen op zo'n berg te zijn. Dus ik moest ook echt die angsten overwinnen. En ik dacht ook, ja, ook dit is weer geweldige inspiratie. Dus zo had ik twee ideeën waar ik allebei iets mee wilde. En die heb ik dan vervlochten in Vogeleiland. Nou ja, ik ben bij Kampen gekomen omdat ik bij de eilanden ben gekomen. Ik heb meegedaan aan een televisieprogramma, Hoe overleef ik Nederland? En toen moest ik samen met Egbert-Jan Weber een paar nachten overnachten op die eilanden, waar dus ook Vogeleiland zit. En moesten wij zelf eten zoeken. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Er was daar echt eten zat. En er kwam ook helemaal niemand in die dagen daar. Niemand gezien, behalve dan de cameraploeg natuurlijk. Maar er was niemand anders. Ik dacht echt, nou ja, gewoon een soort vergeten stukje Nederland. En ook zo'n prachtige omgeving. Dus ja, voor mij was het al snel duidelijk dat dat de ideale plek was om een geheim leven te leiden. Ja, Berend, wat ik heel erg belangrijk. Laat ik even hiermee beginnen. Ik denk dat de meeste mensen die iets vreselijks doen, het altijd goed praten voor zichzelf. Weet je, niemand zegt, ik heb gewoon iets verschrikkelijk slechts gedaan en dit is 100% mijn schuld en ik neem er de volle verantwoordelijkheid voor. Dat hoor je eigenlijk bijna nooit iemand zeggen. Dus ik denk dat Berend, ja, wat hij heel graag, hij heeft natuurlijk een hele grote behoefte en dat is wel ergens bij horen, een soort gezin hebben. Hij heeft ook een reddersdrang. Hij wil in zijn ogen wil hij heel graag een heel goed iemand zijn. Maar het gedrag wat hij vertoont is natuurlijk iets anders. Maar in zijn beleving doet hij dat omdat hij echt niet anders kan. En ja, ik vond het zelf heel erg leuk om te kijken hoe ver kunnen we meegaan met hem in zijn gedachten, in zijn gekte. Want hij is natuurlijk knettergek, laten we wel wezen. Alleen omdat we in zijn hoofd zitten, kunnen we heel lang nog met hem meegaan. En dat vind ik, ja, dat vond ik heel erg leuk. Ik heb één keer één luisterboek van mezelf ingeschreven, of ingesproken, dat is Grijs Gebied. En dat waren urenlange sessies. En het is ongelooflijk vermoeiend. Ik heb echt heel erg respect voor mensen die dit doen, want het is echt niet, ja, het is echt een heel werk en je moet zo geconcentreerd zijn, want zodra je even niet oplet, dan verspreek je en dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus ja, heel veel lof daarvoor, maar ja, zelf ben ik dus niet meer betrokken geweest bij het boek.